Oké, ik heb deze hele serie gewonnen. Wat dan? Stop maar. Hey, kijk eens van mijn kanaal, dit is Teuns. Ik ga in gevecht met deze heerlijke oude taart. Lekkere oude taart. Ja, nou, heerlijke oude taart. Ze heet... Nou, ga even kijken. Medium Grace. Medium Grace. En ze heeft een Haunter. Dus dat gaat leuk worden. Lars, hoe gaat het met jou? Jij bent al veel te ver, dus... Ik ben tegen een gentleman aan het klokken. En die heeft een Noctowl. Je bent wel erg stout, Lars. Pidgey can no longer escape. Nou, dan pakken Pidgey we Pidgey snappen. En terecht. Hey, op welk level evalueert Pidgey eigenlijk? 18, volgens mij. Shit, ik dacht 16. Voor mij 18. Yo, Sudowoodo, gooi eens even wat rotsen bovenop het hoofd van die kutuil. Alsjeblieft, dankjewel. Hij zit zo'n hoop herrie te maken. Dat kan je niet tegen. Dat ben je echt zo'n lul, hè? Ja, hey, die alles die een partij herrie te maken, daar ben je helemaal beroerd van. Lekker. Doe eens stil, het is avond. Pidgey is confused. Pidgey, val alsjeblieft die Haunter aan, want dan ben je level up. Pidgey kan helemaal geen Haunter aanvallen. Met Gust misschien. Ja, dat doe ik. Dat kan inderdaad. Maar nu moet ik je switchen, maar volgens mij kan dat niet. Sudowoodo! Gentleman Alfred is dood. Tenminste, is Bokman. Pidgey can't be switched. Stomme Haunter! Doe je alweer Confusion Ray en ik ben ook confused. Geef die Haunter eens even niet de schuld, man. Ah, Pidgey slaat zichzelf, stomme vogel! Tja. Tja, tja. Ik heb er ook helemaal niks aan, hè? Vulpix. Oké, Eevee, ik heb vertrouwen in je dat jij deze Pokémon zelf aan kan. Nee, dus. Auw! Oh. Scheid, Poliwag. Eevee aanvallen. Ik krijg nog even heerlijk een Nightshade op mijn bakkes. Hoppatee, hier. Brand lekker naar hel. Brand naar hel. Brand gewoon naar hel. Oh, maar Vincent, sommigen die geloven echt in de hel. Daar moet je geen grappen mee maken, hoor. Hoor. Nee, ook nog dood. Nou, go Bayleaf dan maar, hè. Ben je goed bezig, Vinnie? Maak je het maar af. Ja, het gaat echt heerlijk. Feest. Ik merk het. Het gaat lekker bij Vincent. Wat ben je aan het doen, man? Ja, gewoon lekker bezig zijn, hè. Joepie. Wee! Poliwag. Jij bent nu dood. Yeah. Die, motherfucker. Burn. Yay, Bayleaf level 25. Woehoe. Aerialize, come on, bitch. En er komt er gewoon nog een Haunter uit dat vrouwtje. Wat een spook. Oh, wat een spook van een vrouw. Blug. Het regent. Nee. Yeah, go. Oeh, dit gaat lekker. Waar ben jij nu, Lars? Ja, ik ben bij een Pharaoh, bij een Poliwhirl. Die zijn alleen maar aan het slapen. En die Pharaoh is nat. En die Poliwhirl is nog natter. Eel. En Poliwhirl zei dat hij mijn Pharaoh aan het onderspuiten met iets vies nat spul. Gadverdamme. Je bent echt een vies mannetje soms. Ja, echt smerig is het gewoon. Echt smerige boel. Eel. Maar gelukkig is Poliwhirl nu dood, dus. En terecht, trouwens. Oh, drie keer raden wat mijn game gaat doen straks. Een eitje bakken voor je? Nope. Crash. Nou, maar dat regel jij wel eventjes. Yeah. Je weet wat je moet doen. Ja, ik ben alweer bezig. Feest. Het is pas een feest als Vincent's game gecrashed is geweest. Doe. Yay. Oké, Awakening, waar ben je daar? Wakker worden, Eevee! Yep. Oké, dan gaan we weer opnieuw alles opstarten.
Ja, kan dat. Yay! Dat het altijd zo leuk is. Starten we erom opnieuw op. Want ja, YOLO of zo, hè? Birdkeeper Theo. Zo heet mijn vader ook. Alleen die is geen birdkeeper. Toen, 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 toen. Nou, niet? Ik wil niet rennen. Niet? Ik dacht van wel. Ik ga stenen boven een pigeon gooien. Daar heb ik nou echt zin in. Heb sterf, klote vogel. Ik ben gewoon bijna bij de gymleader, trouwens. Uit het whirlwind. Oh, nice. Dan gaat het lekker een beetje. Medium Edit heeft één hounter. Nou, go Togepi. Doe maar metronoom. Ben je heel goed in. Nou, wat komt eruit? Ja. Use metronoom en er komt uit. Reflect. Oh. Daar heb je vel aan. Ja, want nu is mijn team defense omhoog gegaan, jongen. Joepie. Togepi doet metronoom en er komt uit. Blok. Je mag er niet langs, hoor. Je mag er niet langs. Ja, kokblok. Togepi houdt je tegen. Togepi, die stopt je wel. Ja. Don't fuck with Togepi. Togepi is confused en Togepi mapt zichzelf. Goed zo, meid. Lekker bezig. Of jochie, het is een jochie, Jezus. Ja, dat is waar, kut voor Bieber. Dan is hij inderdaad wel behoorlijk confused. Dus hij denkt dat hij een jongen is, maar terwijl hij eigenlijk een meisje is, dan is hij best wel confused. Eeuw. Oeh. Ik ben even pidgeys aan het massa moorden. Dan hebben we geen pidgey meer over in deze wereld, man. Ah, jij bent echt racistisch. Ja, ik ben niet racistisch, ik ben genocide aan het pidgeys aan het playen. Het schiet niet op, dit man. Nope. Het schiet voor geen meter op. Maar het levert wel XP op. Dat is waar. Togepi is out of confusion en doet metronoom en er komt uit. Nou, het komt eruit. Wiped up a whirlwind. Ja, daar hebben we geklaard aan. Nee, dus gaat hij dat doen? Togepi use Razor Wind. It doesn't affect goed bezig, Togepi. Wat een loser. Echt. Nou, Hunter doet weer Confuse Ray. Ah, alsof we dat nog niet vaak genoeg gehad hebben vandaag. Oh, jeetje. Togepi is confused. Larsje, je voorsprong die gaat zo ver. Oh. Ah, Hunter gaat zichzelf eens een keer cursen. Verstandige jongen. Hele verstandige jongen. Oh, Togepi doet metronoom en er komt uit. Shadow Punch op zijn bakkes! Oh, it's super effective, maar er ging iets van 50 HP af, nog niet eens volgens mij. Hunter used Confuse Ray. Alweer, dat doet hij de hele tijd. De hele tijd. Hij houdt er niet mee op. Hij weet niks anders. Ja, heel vervelend dit. Togepi used metronoom. Ominous Wind. What the fuck is dat nou weer dan? Ominous Wind. Dat is een hele sterke aanval. Ja, dat deed hij net. Wie kan dat leren dan? Giratina, volgens mij. Wie is Giratina? Legendarische Pokémon. Ken ik niet. Die verbannen is naar de onderwereld, omdat hij zo kwaadaardig was. Oeh, een stouterd. En hij heeft 6 vleugels. Oeh. 6 poten. Oeh. En 6 horens. Wat een stouterd. Oeh! Oké, ik heb deze hele serie gewonnen. Wat dan? Stop maar. Ik heb TM87 Swagger gevonden, dus stop maar. Ik heb gewonnen. Stop maar. Dit is het, einde. Oké, kappen. Ah, dan heb je toch nog een gedeelte van de King in je inventory. Oeh, ja. Nou, ik geef je ook een kans om je ook te vinden. Swagger. Swagger. Wat doet dat dan? Dat confuse je tegenstander, maar het zorgt er ook voor dat de aanval heel hoog wordt. Dus als hij zichzelf dan raakt, heeft hij ook echt gewoon een groot probleem. Maar als hij jou dan wel raakt, dan is de aanval heel hoog. Dan heeft hij ook nog eens dubbele swag eroverheen. Nou. Yep, dubbele swag.
Wat een pofkont, jongen. Nou, de laatste, voordat ik naar de gymleader kan lopen, is dood. Spring eraf en ga naar het pokercenter. En ondertussen ga ik deze aflevering afsluiten voor vandaag. Ik vind het goed. Ik ga jullie allemaal vriendelijk vragen om even op het duimpje omhoog te drukken. Het kanaal van Lars te checken als je meer series van ons wilt zien. Want op Lars krijg je bijvoorbeeld Civilization. En dat is best wel baas, als ik het zeg. Ja. Ja, heerlijke oorlogen en zo, en noem het maar op. Ja, en Vincent die af en toe eens een beetje aan het falen is. De complete wereld aan het vernietigen is. En ondertussen best wel hardpand eigenlijk. Dat bedoel ik. Het gaat beetje bij beetje gaat goed. Ja, maar het gaat steeds beter. Dus, mensen, wil jij zien hoe ik in de volgende aflevering eindelijk die trut van die pokerbadge dude gaat verslaan? Vergeet dan even niet te abonneren. En op het duimpje omhoog te drukken, want hoeveel likes halen we met z'n allen? Dat zeg ik tegen jullie. Tot de volgende keer, mensen. En zoals gewoonlijk zeg ik altijd, ciao. Yo!